Tijdens het zoeken en bekijken van video's op YouTube kom je wel eens een filmpje tegen dat je niet direct kunt of wilt bekijken. Je kunt dit eenvoudig opslaan om later te kunnen bekijken. Iedere video die je op YouTube tegenkomt heeft een plusteken rechtsonder. Zorg dat je bent ingelogd en kies de video die je later wilt bekijken en klik op het plusteken. Selecteer Later bekijken. De video wordt direct aan Later bekijken toegevoegd. En je hebt nog de mogelijkheid om een toelichting aan de video toe te voegen. Die toelichting kun je gebruiken om de video's die je aan je lijst Later bekijken toevoegt goed uit elkaar te houden. De video die ik aan mijn lijst om later te bekijken toevoeg, wil ik misschien in een les voor klas HAVO 4 gebruiken. Ik vul dat in bij de toelichting, zodat ik dat later niet vergeet. Als je de lijst met video's weer wilt bekijken, dan ga je rechtsboven naar jouw account.